Hij kwam in Cafarnaüm, een stadje aan het meer van Galilea. Daar ging hij elke sabbat naar de synagoge en sprak er de mensen toe. Ze waren verbaasd over wat hij hun leerde, want hij sprak als iemand met gezag die wist waarover hij het had. Op een dag was Jezus weer in de synagoge. Een man die in de macht van een boze geest was, schreeuwde: Jezus van Nazareth, ga weg! Ik wil niets met u te maken hebben! U bent gekomen om ons te vernietigen! Ik weet wel wie u bent, de heilige Zoon van God! Jezus snoerde hem de mond. Zwijg, zei hij tegen de boze geest. Kom eruit! De boze geest gooide de man midden in de synagoge op de grond en ging uit hem weg, zonder hem verder kwaad te doen. Vol verbazing zeiden de mensen tegen elkaar: nee, maar de boze geesten doen wat hij zegt. Het nieuws over zijn optreden ging als een lopend vuurtje door de streek. Uit de synagoge ging hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder lag met hoge koorts in bed. Haar huisgenoten vroegen Jezus of hij haar wilde genezen. Hij kwam bij haar bed staan en zei dat de koorts moest verdwijnen. Haar temperatuur werd onmiddellijk normaal. Ze stond op en maakte eten voor Jezus en de anderen klaar. Bij het ondergaan van de zon werden vele zieke mensen bij hem gebracht. Hij legde zijn handen op hen en genas hen allemaal. Het deed er niet toe wat voor ziekte het was. Ook joeg hij uit vele mensen boze geesten weg. Die schreeuwden dan: u bent de Zoon van God! Maar hij legde ze onmiddellijk het zwijgen op, want de boze geesten wisten dat hij de Christus was. De volgende morgen vroeg ging Jezus naar een stille plek. De mensen zochten hem overal. Toen zij hem eindelijk hadden gevonden, smeekten zij hem niet weg te gaan. Ze wilden zo graag dat hij bij hen bleef, maar hij antwoordde: ik moet het goede nieuws van het Koninkrijk van God ook op andere plaatsen brengen. Dat is mijn opdracht. Daarna reisde hij rond door Judea en sprak in de synagoge. Op een dag was hij bij het meer van Galilea. De mensen drongen van alle kanten tegen hem op, want ze wilden horen wat hij over God zou vertellen. Hij zag twee boten liggen die half uit het water waren getrokken. De vissers stonden iets verderop hun netten schoon te spoelen. Jezus stapte in de boot van Simon en vroeg of hij hem een stukje van de oever wilde afduwen. Daarna ging hij zitten om de mensen meer over God te vertellen. Toen hij was uitgesproken, zei hij tegen Simon: vaar het meer eens op naar diep water en gooi daar jullie netten uit. Maar meester, antwoordde Simon, wij zijn de hele nacht aan het vissen geweest en hebben niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het nog eens proberen. Zij deden wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat hun netten begonnen te scheuren. Zij wenkten de mannen in de andere boot om hen te komen helpen. Even later was in beide boten zoveel vis dat die bijna zonken. Simon Petrus was hiervan zo onder de indruk dat hij voor Jezus op de knieën viel en zei: ga maar van mij weg, heren. Ik ben veel te slecht om bij u in de buurt te zijn. De andere mannen konden het ook bijna niet geloven dat zij zoveel vis hadden gevangen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten, wisten niet wat ze zagen. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang meer. Van nu af aan zul je een visser van mensen worden. De mannen trokken hun boten op de wal, lieten alles voor wat het was en gingen met Jezus mee.